Thuis is waar je heen wil, waar je echt jezelf kan zijn. Ben je bang voor je dromen, je bent thuis. Waar je altijd iemand open in de ogen kijkt. Het geluk kan je vinden bij je thuis. Vind jij het hier een beetje warm ook niet? Is dat niet? Misschien kunnen we daar ook nog iets aan doen. Isabel, kom aan. Kunnen we niet gewoon verder werken? Zeg, ineens zo professioneel. Hè? We hebben al genoeg gewerkt voor vandaag. Het is al laat, ik wil graag naar huis. Zeg. Wie is jullie eigenlijk de baas? Hè? Jij of ik? Kom aan, alsjeblieft. Kunnen we niet gewoon voortdoen? Trouwens, hè? We gaan vandaag ook niet meer gestoord worden. Ik heb al lang de deur op slot gedaan. Ah. Wat is het? Heb je geen zin? Wacht, daar weet ik nog wel iets op. Senne, ik voel het. Je hebt wel zin. Mij zomaar in de steek laten zonder iets te zeggen. Waar haalde jij dat in godsnaam uit? Wie denkt jij dat ik ben? Rosa, alstublieft niet weggaan. Rosa, het spijt me. Ah, het spijt me niet. Ja. En wel, dat zijn vijgen na Pasen, vriend. Vijgen na Pasen? Eerst klappen. Je bent te laat. Oké. Heb jij er enig idee van hoeveel nachten dat ik heb wakker gelegen? Hoe dikwijls aan mijn kop zot is gedraaid met na te denken wat ik u in godsnaam kon misdaan hebben. Rosa, jij hebt mij niks misdaan. Waarom bolde het dan af? Dat zou je zelfs met je mond niet doen. Rosa, alstublieft. Nee. Ik moest weggaan. En ik moest nadenken. Alleen. Alleen. Ik wil dat allemaal heel goed begrijpen en ik versta dat zelfs. Maar waarom kon je niet één telefoonnetje doen om te zeggen dat je veilig waart? Ik ben bang geweest, hè, Waldek. Ik heb gedacht dat je dood waart. Ik heb gedacht dat je terug in Polen zat. Ik heb ook pijn gedaan. Dat is het minste dat je kunt zeggen, ja. Luister, Rosa, het minste wat ik kan zeggen, dat is dat wij Poolse mannen, wij hebben grote eergevoel. En ik kan gewoon niet leven met het idee dat ik van u profiteer, want het is niet juist. En van de pastoor mogen wel profiteren. De sleutel. Kom. Eerst een kus, Senne. Kijk nu de sleutel. Wat is het, Senne? Heb je weer aan bras met die boerin? Met Marie is alles oké. Je hebt eindelijk iets kunnen wijsmaken dan. Ik heb haar gezegd dat jij voor mij niks betekent. En dat onnozel wicht gelooft dat zeker, hè? Ja. Ja. Weet je waarom? Het is de waarheid. Is het gedaan tussen ons? Er is nooit iets geweest tussen ons. Ik had er nooit mogen aan toegeven. Je had er misschien nooit mogen aan toegeven, hè, Senne? Maar je hebt het wel met je goesting gedaan. Of ga je dat tegen mij ook beginnen liegen? Kom maar.
Stop nu eens even. Geef me die sleutel. Ik hou van Marie. Houden van, Senne. Wat betekent dat? He, dat je gaat begraven bij die burgertrut. Je mankeert alleen nog je sloeven en je gazet, ja. Waarom is die deur op slot? Zegt dat ze dat geld zo laat mogelijk stort. Ik heb afspraak met pastoor Rosa. Jij geeft kamer voor mij en ik doe werkjes voor hem. En pastoor vindt mij geen profiteur. Ik heb ook nooit gezegd dat ik u een profiteur vind. Dat is waar. Maar Jenny wel. En klanten ook. Jenny is aan het bijdragen. En sorry, maar we gaan ons toch niet laten doen door een paar zatte klanten, hè? Oh, Rosa, alstublieft. Jenny geeft gelijk. Ik breng uw ongeluk. Altijd. Moet toch ver? Ik doe pijn. Altijd. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ja. Je hebt mij pijn gedaan, dat is waar. Maar langs de andere kant maakte mij ook heel gelukkig. En als je bij mij zei, dan is dat alles wat dat telt. Oh, Rosa, alstublieft. Jij verdient beter dan mij. Jij verdient iemand die je alles kan geven. Dat is wat jij verdient. Waldik, ik heb genoeg venten gehad die goed hun kost verdienden. Geloof me. Maar die hebben me nooit gelukkig gemaakt. Nooit. En die arme sukkelaar van de Pool die geen cent heeft, hè? Die geeft mij alles wat ik nodig heb. Die geeft mij warmte en liefde en terugroesting om te leven. En dat is alles wat dat telt. Die is waar. En toch ben ik niet goed voor hem. Wel, eigenlijk is het heel simpel. Zie jij mij graag? Ja, ik zie u graag, Rosa. Ik zie u echt, echt graag. Ik zie u ook graag. En twee mensen die elkaar graag zien, die laten zich niet doen. Niet door genies en niet door klanten en zeker niet door geld. Je bent kwaad op mij. Ja, ik ben kwaad op u. Ik ben verdomme zo kwaad op u, hè. Ik kan je de rest van de nacht gaan mishandelen. Dat is een goed idee. Nee, laat maar. Je ziet dat je op mij kunt rekenen, hè? Ah, is hem komen poseren of niet soms? Ja. God, ja. Was het moeilijk? Ja, het was niet gemakkelijk, maar... Ik weet dat je die jongen moet aanpakken, hè? Dat was Marie die moeilijk deed, zeker? Nee, absoluut niet. Integendeel. Die zijn ook veel closer geworden. Marie heeft er eigenlijk op aangedrongen dat hij kwam poseren. Ja, die willen samen een zaak beginnen. Een garage. En ze hebben centjes nodig. En dan ben ik een beetje beginnen dreigen met hoeveel dat die schadevergoeding zou kunnen kosten. En patati, patata. Voilà. Het was in de sacoche. Nou ja, maar dat wil zeggen dat hij het alleen voor het geld heeft gedaan. Ah, tuurlijk, ja. Waarom anders? Het zijn gevoelig plekje. Het zijn Achillespees. Ik heb daar een klets op gegeven en voilà, het was in orde. Zeg, je ziet, ik soigneer u nogal eens. Hè. Ik denk dat ik een dikke kus verdien. Oh, ik heb dat zo gemist. Ah, ik ook. Rosa Pastoor is vriendelijk, maar... Ik kan niet zo goed kussen als ik. Je mag niet zeggen, Rosa. Je mag niet zeggen. Zet, hey. Stop me voor te lachen. Jij het s'nachts ook zo koud? Mijn tienen. Als je dan eens meekomt naar te smissen, dan kan ik je tenen s'nachts warm wrijven. Kan niet.
Isabel, is er iets? Tegen mij kun je het zeggen, hè? Nee, Juri, er is niks. Nee, het is alleen de fotosessie. Ja, hoe komt het? Ja, hoe komt het? Door scènes, hè? Hij poseerde niet goed. Wat wilde als hij het alleen voor het geld gaat doen? En de foto's goed, niet goed? Nee, die zijn niet goed. En ik durf die ook niet aan de klant laten zien. Wat verdomme is scène. Alles een ramp en je kunt je klant kwijtspelen. En wat moet ik dan doen? Hij heeft dikwijls genoeg gezegd dat hij hem niet meer wil poseren. Ja, hij zou wel moeten, als hem zijn werk niet goed doet. Ik durf het hem niet vragen, ze. Hij deed vandaag trouwens al heel onbeschoft tegen mij. Ik denk dat manneke eigenlijk dat hij mis heeft. Ook verplichtingen tegenover u. Hij moet zijn werk goed doen, punt gedaan. Och, Juri, laat zo. Ik heb trouwens al problemen genoeg gehad met die zinnen. Wil ik er nog eens mee gaan praten? Zou jij dat dan echt willen doen? Voor u. Voor u doe ik alles, dat weet je toch. Zo lief. Ja. Zeg, Juri, wilde jij hem dan ook zeggen dat ik hier een gemotiveerd model wil? En geen geldwolf. Ik zal het hem duidelijk maken in zijn eigen taal, dan verstaat hij met de minister. Ja, ik kan niet volgen, hè. Je ziet mij graag, je mist mij, maar je kunt niet terugkomen. Is dat Poolse logica? Jij begreep niet. Nee, maar ja, nee, dat is ik juist dat ik het niet begrijp, nee. Is het omdat we niet getrouwd zijn? Nee, ik wil met u trouwen. Ja? Mijn geweten is zuiver. Nee, is alleen, ik wil niet van u profiteren. Als je hier dan eens klusjes blijft doen bij de pastoor, dan kun je een beetje bijverdienen. En misschien dat je je job bij de Frank terugkrijgt en dan kun je dat geld investeren in de huur en in thuishouden en zo. Huh? Rosa, ik wil niet dat mijn vrouw moet leven in kamer van hotel. Maar jong, toch. Al was het in een staakaravan. Kan mij dat niet schelen? Staakaravan? Nee, Rosa, is niet goed genoeg. Jij verdient beter. Ja? En trouwens is mijn plicht als man. Excuseer. Is het ook niet uw plicht als man om te zorgen dat ik gelukkig ben? Ja. En wel, ik ben nooit gelukkig als jij niet bij mij bent. Oh, dat is niet eerlijk. Jij bent druk op mij. Nee, absoluut niet. Nee. Oh. Dat is nu eens mijn recht als vrouw. Zo. Zijn alle Belgische vrouwen zo slim als zo? In de oorlog en in de liefde mag alles. En daarbij, ja, zeg, zullen wij wel samen sparen voor onze huizenkant? Huh? Nee, niet samen sparen. Jij moet niet sparen, jij moet ook niet werken. Ik moet sparen en werken voor twee. Ik zal hier een beetje op mijn lui gat blijven zitten of zo. Sorry, maar... In België marcheert dat zo niet. In Polen is wel zo. Ja, dat kan heel goed zijn, maar je bent hier. En dan zult u moeten aanpassen aan de gewoonte hier. En hier is de gewoonte dat de mensen samen sparen voor hun toekomst. Huh? Ik heb er toch alle belang bij dat ik zo hard mogelijk werk, want dan kan ik zo vlug mogelijk uw tenen warm wrijven. Oh, ik ben zwak. Liefste Simon. Beste Simon. Simon? Nee. Simon. Het spijt me wat er gebeurd is. Ik hoop dat je mijn standpunt kunt begrijpen. Nee. Dat je mij de kans geeft mijn standpunt te verklaren. Kans geeft. Leontien, doe die deur open. Ik heb je al lang gehoord. Leontien, doe die deur open.
smerige teef. Oh, ik heb lekker geslapen. Komt die daar nu? Geen idee, zal pootjes gekregen hebben zeker? Ja zeg, Anne, jij doet nog erger of ik ben terminaal. Mama, ik heb gezegd dat je moet rusten. Ja, ma, zeker, ma. Sorry, ma. Mama, als je niet rust, dan gaat het niet beter worden. En je polsslag is nog altijd even hoog. Dat komt van de opwinding. Ik heb fantastisch nieuws gekregen. Toch niet van Luc? Nee, van mijn advocaat. Ik had hem gevraagd om eens te informeren bij de rechtbank. En? Luc is vrijgesproken. Fantastisch, hè? Ik vind het allesbehalve fantastisch. Ja, en mijn zakenpartner achter tralies, is dat dan beter? Mama, Luc heeft Simon verkracht. Oh, jij gelooft dat. Sorry hoor, maar ik hecht meer belang aan de mening van de rechter dan aan die van Simon Baks. Allee, ze gaan hem toch niet vrijspreken als hij schuldig is, zeker? Het zou toch niet de eerste keer zijn dat zoiets gebeurt? Oh, moet jij nu altijd tegendraad zijn? Ik heb te doen met Simon. Dat moet nogal een klap geweest zijn. Zeg, doe eens niet zo sentimenteel, hè. Het is geen poppenke van suiker, hoor. Dat jij zo licht over een verkrachting kunt gaan, ik snap dat niet. Maar ze is helemaal niet verkracht. En dat zal haar leren, leugens te verspreiden. En jij moet eens leren, hè, van niet altijd alles te geloven wat je probeert wijs te maken. Isabella. Eindelijk is iemand die blij is om mij te zien. Wat een hoogst aangename verrassing. Kom binnen. Dag, Luc. Dag. Hey. Amai, zeg, dat is hier teun en tander. Dat is mooi. Dank u wel. Mag ik u ontmantelen? Absoluut. Maar ik wou me eigenlijk vragen, Luc, hoe dat met uw proces is afgelopen. Waar was je eigenlijk? Ik had gedacht dat je zou komen supporteren. Ik, ja, supporteren? Ja, dat zou toch een beetje raar geweest zijn. Hè? Alleen voor de buitenwereld kennen we elkaar zo gezegd niet. En dan zou ik in één keer zo'n interesse voor u moeten hebben. Beetje raar, hè? Je had toch incognito kunnen komen? Incognito? Hm. Incognito naar uw cel, zeker? Welke cel? En wel, Luc, ik had al zo'n voorgevoel. Daarom heb ik iets meegebracht. Kijk, 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 kijk. Wat is het? Durven ze niet open doen? Je zit met de poepers zeker. Waar zit hem nu, uw amant? In de dekgoot van de grote schrik? De scheider? Allee, kom eens naar buiten, kom. Kom eens naar buiten, al het werk gedurfd. Luc is hier niet, Frank. Geleef, Leontien Verkamme. Uw neus begint te groeien gelijk die van Pinocchio. En het is begonnen nu de eerste keer dat je leeg. Ja, maar ik kan alles uitleggen, echt. Ah, wel op, maar dat binnen, want ik moet ook van alles uitleggen. En dan zal ik eens laten zien hoe ze dat doen met je zakkendraaiers gelijk als jij. Je kunt beter weggaan, Frank. Of ik bel de politie. De politie? De ambulance? Die moet je bellen. Godverdomme, doe die deur open. Frank, we weten allebei dat jij mij niks gaat doen. Nee, daar zouden we nog van verschieten. Normaal gezien, Leontien Verkamme, slaak ik nooit vrouwen. Maar jij zeg geen vrouw. Jij bent een slang. Jij bent een serpent. Maar wat is Simon bij u? Als je in een bak zit? Dat zullen we dan wel wel zien. Je hebt genoeg met mijn nikkel gespeeld, jij en uw Romeo. Godverdomme, doe die deur open of ik stamp zo bij. Ik denk dat ik Luc ga uitnodigen op een etentje. Met alles erop en eraan. Om zijn overwinning te vieren. Je bent veel te ziek om gastvrouw te spelen. Ja, volgende week of zo, hè? Zijn je maandagavond vrij? Ik heb toch al genoeg gezegd dat ik niet met die griezel aan tafel wil zitten. Denk je niet dat het stilaan tijd wordt dat je mening over Luc herziet? Hè? Hij is onschuldig verklaard. Maar niet omdat hij onschuldig is. Waarschijnlijk dankzij een sluwe advocaat. Jij vergeet dat je de kleindochter bent van een advocaat. Alles wat we hier hebben, wat je ziet, de hele fortuin. We hebben aan opa te danken, hè? Ik denk niet dat opa Luc zou verdedigd hebben.
Opa had mensenkennis. Je hebt altijd gezegd dat ik dat van hem heb geërfd. Ja, klopt. Maar deze keer zou je toch beter afgaan op de feiten en niet op uw intuïtie. Welke feiten? De rechter heeft Luc vrijgesproken. Waarschijnlijk wegens gebrek aan bewijzen. Oké. En het feit dat Luc mij wil helpen met mijn afbetaling, hè? Is dat geen teken van loyaliteit? De eerste afbetaling heeft hij gedeeltelijk gedaan. En voor de tweede afbetaling draait hij helemaal alleen op, heeft hij beloofd. Wel, dan hoop ik echt dat mijn intuïtie mij deze keer in de steek heeft gelaten. Want anders word jij het zoveelste slachtoffer van Luc. Oh, zeg, jij kunt toch een stukje zagen? Ja, van wie zou ik dat geërfd hebben? To freedom. To the future. Zeg, Isabel, uw voorgevoel dat ik zou vrijgesproken worden is blijkbaar uitgekomen. Maar wat ik zou willen weten is, waarom dacht jij dat? Wel, Luc, in deze wereld heb je winnaars en losers. Vandaar. Ah. Maar ik wil toch nog wel weten waarom, hè? Waarom dat je zij vrijgesproken? Door een geniale zet. Ah, onze tactiek heeft dus gewerkt. Florken heeft haar moeder uit laten spreken. Ik heb haar doen twijfelen en dat heeft mijn zaak zeker geen kwaad gedaan. Maar uiteindelijk heeft ze toch voor de tegenpartij gekozen. Aha. En je bent dus toch vrijgesproken. Nu maakte mij wel nieuwsgierig. Ah, ik hield nog een getuige achter de hand. Iemand die weliswaar eerst tegen mij zou getuigen, maar uiteindelijk op het cruciale moment haar verklaring wijzigde. Haar verklaring? Het was dus een vrouw? Mijn ex-partner. In business and in pleasure. Uw ex-partner? Leontien Verkammen? Yep. Ben ik nu een winnaar? Of ben ik een winnaar? Leontien Verkammen, doet die deur open! Doe mij alstublieft geen accidenten doen, want er is al miserie genoeg op de wereld. Come on! Meneer, zou je onmiddellijk willen vertrekken voor ik de politie bel? Wil jij eens moeien met je eigen zorgen? Zorgen vindt of dat je nu kot zei? Come on, Verkammen, doet die deur open! Wat denkt u nu? Gaan we dat bollen? Gaan we de wandelingen doen? Zijn bokens opeten? Een beetje rondrijden met een auto? Twee keer rond een blok? Ah, wel, het is goed. Ik zal het afbollen. Maar denk eraan, schat. Je bent nog niet van mij vanaf. Jammer. Is hij weg? Ja, ik heb voor alle veiligheid de politie gebeld. Bedankt. Bedankt. Als er nog iets is, je moet het maar zeggen, hè. Ja. Dag, hè. Ik moet hier weg. Toch wel een beetje vreemd, hè, Luc? Leontien Verkammen. Ik dacht dat Leontien en jij dat jullie aardsvijanden waren. Klopt. Maar we hebben het bijgelegd. Je hebt het bijgelegd? Luc, je hebt haar toch aan de deur gezet voor Simon? Klopt ook. En je hebt daar ook nog eens buiten gewerkt bij het bedrijf van haar eigen vader? Klopt weer al. Ze kon toen zelfs mijn bloed drinken. En nu getuigt uitgerekend Leontien in uw voordeel. En heel overtuigend. Ja. Zij heeft mij gered. Hmm. Wat was het dan, Luc? Geld of seks? Een combinatie van de twee. Kijk, Isabel, Leontien voor mij terugwinnen, hè? Dat was een enorme uitdaging. Maar toen mij dat lukte, dan was de voldoening eigenlijk veel beter dan seks. En mag ik vragen welke prijs dat je daarvoor betaald hebt? 1 miljoen euro. Ik heb haar al mijn aandelen geschonken. Oh.
Simon, jij doet mij verschieten. Is Frank erbij? Die is mij hier komen bedreigen, heeft hem dat niet verteld? Ze hebben hem gelukkig kunnen wegjagen. Ik ben alleen, Leontine. En ik laat mij niet wegjagen. Oh.